Goedemorgen. Ik ben op weg naar mountainbiken, maar ik ben de hele tijd bezig geweest met OpenAI. En ik wil je eigenlijk in 10 minuten een beetje bijpraten wat er eigenlijk gebeurd is. Het laatste nieuws is dat de ontslagen Sam Altman, die de CEO was van OpenAI, commerciële divisie, en die on the board was van OpenAI en door de board was ontslagen, dat ze nu weer in gesprek zijn om kom terug. Dus dat is de allerlaatste nieuws, rumors van The Verge. En ik ga nu eventjes stap voor stap je vertellen hoe dit eigenlijk tot stand gekomen is. En dan beginnen we eigenlijk in 2015, toen OpenAI is gestart. Die is gestart eigenlijk door Elon Musk, omdat Elon Musk niet vertrouwde dat Google goed om zou gaan met alle AI-power die ze hadden. Ze hadden alle belangrijke AI-wetenschappers. En Larry Page vertrouwde eigenlijk Elon Musk niet, want hij was eigenlijk niet van overtuigd dat Google het idee had, de visie had om het eigenlijk aligned te houden. Meer als een commercieel project te zien. En niet dat het aligned was met humanity. En Elon Musk maakte zich enorm zorgen. Die heeft OpenAI opgericht. Samen met een aantal mensen, hij heeft er 50 miljoen in gestopt, hebben ze de non-profit opgericht, OpenAI, om te zorgen dat het open source en non-profit was. Dus dat is een stichting die opgericht is. Er is een miljard ingestopt. En daar zijn toen eerst 10, 12 mensen bij gaan werken. Eén daarvan was Sam die er werkte, een ander was Greg Brockman, de president van de board. Die komt zo meteen ook terug. En dat waren allemaal briljante wetenschappers. Eerst een klein groepje, op dit ogenblik werken er 120 man. Nou, die zijn aan het werk gegaan, 2016, 2017. Toen kwam GPT-1, GPT-2, maar vooral in GPT-3, die eigenlijk in 2020 is geïntroduceerd. Dat was een model wat slim en intelligent en getraind was met alle data van het internet. En die eigenlijk mensen intern heel erg gingen verbazen dat het zo goed was. Maar vooral werd het dan bekend in november 2022. Toen kwam ChatGPT op de markt. En ChatGPT was eigenlijk gebouwd op GPT versie 3. En... Maar dat was een manier van interactie, met praten. Dat hij dingen ook zich herinnerde wat hij daarvoor had gezegd. En dat was fantastisch. Binnen een paar dagen 1 miljoen mensen. Binnen een paar maanden 1 miljoen, 100 miljoen mensen. En ook toen GPT-4 uitkwam in februari. Ja, toen waren alle remmen los. Die was zo intelligent. Die kon alle examens, gymnasium, HAVO, het rechtsexamen, artsexamens. Hij kon alles eigenlijk doen wat mensen ook, zeg maar, ook konden. En kwam die altijd meteen in de top 10% terecht. Terwijl GPT 3.5, die kon eigenlijk in de onderste 10% kwamen. Dus een enorme stap. 4 is 100 keer zo slim als 3. En die is ook multimodaal. Hij kan ook fotootjes analyseren. Hij kan data analyseren. Je kunt hem heel makkelijk customizen. Je kunt ook je eigen versie van ChatGPT maken. Nou, OpenAI was, zeg maar, had een fantastisch product. Om daar te komen zijn ze op een gegeven moment gezegd, hey, het lukt niet meer om dat zeg maar als non-profit te doen, want we hebben gewoon eigenlijk miljarden nodig. We hebben heel veel geld nodig om op een gegeven moment dat model niet zozeer te maken, maar te trainen met allerlei data. Dus toen is Sam Altman, die een waanzinnige onderhandelaar is. Hij heeft ook een aantal bedrijven daarvoor opgericht. Y Combinator, een start-up incubator. Die had hij opgericht. Was een groot succesvol bedrijf. Heeft hij ook veel geld mee verdiend. En die heeft op een gegeven moment deals gaan sluiten. Nou, en de deal waar iedereen het over had, was dat hij eigenlijk gewoon een commercieel bedrijf heeft. Dat is heel normaal. Je hebt een stichting, daaronder zit een commercieel bedrijf. En dat commercieel bedrijf was voor 51% eigenaar van de OpenAI Stichting. En voor 49% is dat door Microsoft, zeg maar, is dat geïnvesteerd. En die hebben daar 1 miljard in geïnvesteerd en daarna nog eens een keer 10 miljard dollar. De randvoorwaarde was financieel dat 75% van de winst van dat bedrijf ging naar Microsoft toe, totdat die 10 miljard is terugbetaald. En dat maximaal
100 keer die 10 miljard ooit terugbetaald zou worden. Dus Microsoft kon dan maximaal 990 miljard aan verdienen, en maal die 50%, dus maximaal 400 zoveel miljard. Dus dat was eigenlijk van een stichting naar een daarbinnen is dan een commercieel bedrijf. Maar OpenAI, de stichting, had dus 51% van de aandelen. Dus de board, degene die eigenlijk OpenAI controleerde, die had dan ook 51%. En die had ook de macht om CEO's aan te zetten, aan te benoemen of weer te ontslaan. Oké, heb je het nog zover? Dus OpenAI werd ook een stuk commercieel. En die werd heel succesvol. Goed. OpenAI, de stichting, was eigenlijk van... AI moet heel veilig zijn voor de mensen. We moeten niet te snel dat doen. We moeten zorgen dat alles veilig is. We moeten zorgen dat de data die we gebruiken, dat trainen, dat moet allemaal eigenlijk oké zijn. We moeten niet van kunstenaars en van schrijvers en van allerlei mensen data gebruiken die we niet hebben. Maar aan de andere kant hadden we de commerciële jongens, en vooral Sam Altman als vertegenwoordiger, die zei je van, we moeten vooral gewoon dit soort modellen op de markt brengen, want dan zien we eigenlijk wat er gaat gebeuren. En dan kunnen we het ook veiliger maken achteraf. We moeten ook vooral veel trainingsdata gebruiken. En we moeten opschieten. Hè? En move fast and break things. Wat we kennen van Facebook. Dat was de mentaliteit van Sam Altman. Hij ging wel rond de wereld. En hij was gewoon de ideale schoonzoon die heel veel begrip had voor de artiesten, voor de kunstenaars, voor de schrijvers, voor iedereen. Die zei van, hey, ik ben bezorgd dat je mijn data gebruikt op het internet om te trainen. Had hij allemaal heel veel begrip voor, maar aan de andere kant gaf hij gewoon vol gas op het gaskanaal. Ja. Dus enerzijds zei hij dus veiligheid first en respect voor data, aan de andere kant gewoon doorgaan, versie 3, versie 4, versie 4.5 turbo, nieuwe versie kwam eruit. En dat kwam eigenlijk, dat was ongemakkelijk. Die twee verschillende groepen, de commerciële groepen en de commerciële groep en de groep die eigenlijk zei, we moeten het veilig hebben en we moeten het helemaal alignen met wat de mensheid nodig heeft. Die twee, dat was ook in het bedrijf, gaf dat spanningen. Goed, ben je er nog zover? Oké, laat maar weten als dat niet zo is, maar dan zet maar die vragen eronder, dan beantwoord ik dat wel. Alright. In de board van OpenAI, die alles kon controleren, zaten dus Greg en Sam als vertegenwoordiger van het commerciële bedrijf. En aan de andere kant zaten vier andere mensen. Ilya, dat was de chief scientist, die was door Elon Musk eigenlijk op die plek gezet. Die was heel bezorgd over veiligheid en niet te snel en voorzichtig. En die was eigenlijk horrified over hoe Sam Altman het bedrijf commercieel voorwaarts deed. En een bedrijf eigenlijk van een waarde van 0 naar toen 20 miljard. Toen zeg maar Microsoft de helft van aandelen kocht. En nu was hij bezig met een nieuwe ronde om 90 miljard waarde. Zeg maar tegen 90 miljard waarde geld op te halen. Waarom? Hij wilde een chip, eigen chip maken. En een eigen supercomputer neerzetten. Hij wilde eigen infrastructuur hebben. Aan de andere kant was natuurlijk Microsoft, die ook een eigen chip heeft en die eigenlijk gewoon alle clouddiensten leverde voor OpenAI. En OpenAI leverde de software die Microsoft weer kon gebruiken. Het was een mooie verhouding, maar Sam wilde gewoon meer doen, meer geld ophalen, meer investeren, het bedrijf sneller groeien op weg naar de waarde van 1 triljard. Nou, dat is geclashed. En de aanleiding waarom dat geclashed is, kunnen we alleen maar naar gissen, maar er zijn heel veel tekenen dat bij de laatste development dag, toen Sam allerlei nieuwe producten introduceerde en eigenlijk vooral dat iedereen een eigen ChatGPT kon maken. En dat heette dan een GPT, die kon je trainen met je eigen data, die kon je ook een eigen naam geven, die kon je helemaal zeggen wat hij moest doen, die kon je ook via een API koppelen naar allerlei databases. Dat was opeens wauw. Dat kon je zo makkelijk doen dat ik in een kwartier een versie kon maken bijvoorbeeld om... Ik heb een adviseur gemaakt over toegankelijkheid van digitale diensten. Bijvoorbeeld voor banken die kunnen leren van hoe moet je daar nou eigenlijk mee omgaan. En die had ik getraind met eigen data. Die had ik ook helemaal getraind waar die wel antwoord op geven, niet antwoord geven. En dan kon ik in 20 minuten kon ik dat doen. We hebben ook CAO's
zeg maar, agenten gemaakt die alles weten van een bepaalde CAO. Je kon gewoon een specifieke versie maken. En dat was op Developers Day was dat geweldig. En hij was 3 keer zo snel en hij was 3 keer goedkoop. En je kon veel meer data eraan toevoegen. Nou, een heleboel voordelen. En dat vonden eigenlijk degenen die voorzichtig waren en die eigenlijk zeiden van joh, we moeten echt nadenken voordat we iets doen. Wat bijna een jaar geleden ook een heleboel scientists zeiden, laten we 6 maanden stoppen met nieuwe modellen, want het gaat veel te snel en we kunnen niet overzien wat AI doet. De mensen die daar zomaar over dachten, die zaten vooral aan de OpenAI stichting kant, aan de board. Er waren er 4 van. En 2 waren de commerciële jongens, en dat zeg ik maar, Greg en Sam. En daar is op een gegeven moment een coup gepleegd. Want Greg Brockman, die was de president van de board. De president, degene die de voorzitter is. En Sam zat daar ook in, en er zaten dus die 4 anderen in, waaronder Ilya, de chief scientist, die eigenlijk door Elon Musk was benoemd en die heel voorzichtig was. Nou, die 4 mensen, zonder Greg en zonder Sam, terwijl ze president en CEO waren, die zijn bij elkaar gekomen en die zeggen, dit gaat helemaal mis. Als je ziet wat wij met die developersdag hebben gezien, dat gaat allemaal zo commercieel en zo snel. En er wordt zo weinig nagedacht over wat dit betekent voor de veiligheid van iedereen. Wij moeten dit stoppen. En daar is toen besloten, die 4 mensen, dus zonder de voorzitter van die club en zonder de CEO, we moeten Sam ontslaan. En dat hebben ze gewoon besloten. En toen hebben ze op een gegeven moment Sam gebeld van, joh, kom er even bij met Ilya. Ilya heeft toen gezegd, je bent ontslagen. Greg is ook gebeld en gezegd, je bent niet meer voorzitter en president van OpenAI. Je gaat daarvoor uit, maar je mag wel in het bedrijf blijven. We gaan Sam ontslaan. En 1 minuut, dat was eigenlijk gewoon een paar uur ervoor, en 1,5 uur geloof ik ervoor. En Greg nog korter. En Microsoft, de eigenaar van dat commerciële bedrijf voor de helft, die is 1 minuut van tevoren geïnformeerd. En daarna werd het gewoon gepubliceerd op de website van OpenAI. Nou, Sam Altman is het gezicht van de AI-wereld. Iedereen vindt hem geweldig, de ideale schoonzoon. Hij is empathisch, hij is deskundig, hij is fantastisch. Hij zegt tegen iedereen de goede dingen. En zegt ook dat hij de juiste normen en waarden heeft, maar aan de andere kant doet hij dingen. Maar dat is voor de hele wereld, zegt van OpenAI is Sam Altman. En de kwaliteit van ChatGPT is zeg maar 4. En dat is eigenlijk ook dankzij Sam. Hoewel schrijft hij geen code, maar hij is een dealmaker en heeft het goed georganiseerd. Dus dat was echt gewoon gewoon opeens bliksem bij een helder hemel. Iedereen snapte daar helemaal niks van. Sam de held, een geweldig bedrijf, 90 miljard waard, beste product. Iedereen kijkt ernaar, een opkomende wereld. Hoe kan dat? En ja, de board had dat werkelijk, die dacht van, nou, dat kunnen wij wel gewoon doen. We hebben genoeg cash, we kunnen gewoon een beetje op de rem gaan staan. Ze hadden de COO, Ninja hadden ze zeg maar de chief operating officer, die eigenlijk verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van het team, voor het leiden van het team van ChatGPT, de relatie van Microsoft en ook nog het maken van OpenAI adviseur aan de regering van Amerika en Europa, wat er in de AI-wetgeving moest komen. Dus echt een belangrijke dame. Die hadden ze dan maar interim president gemaakt. Maar de shit hit the fan. Iedereen binnen AI was totally pissed off. Greg zei, ik blijf niet bij het bedrijf, ik ga weg. Degene die verantwoordelijk was, de lead in ChatGPT 4.4, die zei ook, ik ben weg. De persoon die security deed was weg. Degene die research, in ieder geval 4 mensen, die zei meteen, ik ben weg. En er zijn nog meer mensen die dat willen. Iedereen bij Microsoft was natuurlijk boos. Ook al zei de CEO van Microsoft, nou, wij hebben een langdurige relatie. Wij geloven erin, wij gaan door met ze. Maar die zaten daar natuurlijk helemaal niet blij mee, dat ze gewoon 1 minuut van tevoren zijn geïnformeerd. En toen is er een heleboel gaan rommelen. Er is wat bekend geworden, maar niet wat er in die board gebeurt. Maar wel de hele wereld eromheen. Iedereen was gewoon boos, pissed off, vond het gewoon een slechte manier om in 1 keer bam iemand te verwijderen zonder enige aanleiding. En ja, die mensen die dat ook hebben besloten, alleen Ilya werkt daarbij en de rest die... Uh,
zijn twee vrouwen. Eén is een entrepreneur, maar die is ook een filantropist. Een rationele filantropist, wat we ook met Sam Bankman hebben meegemaakt. En anders is CEO van een website van, ik weet niet precies hoe die heet, maar die beantwoordt vragen. Maar dat zijn geen ervaren zakenmensen. En die hebben zich eigenlijk met Ilja laten meeslepen, lijkt het erop. En die hebben gewoon een besluit genomen, wat ze eigenlijk niet gewoon konden overzien. Dat de hele wereld zo ontzettend veel druk gaat uitoefenen. Dus het laatste wat we nu weten is, Sam en Greg hebben gezegd, nou, wij gaan iets anders doen. En je zult dan binnenkort horen wat. Hè? Iedereen denkt van, nou, een nieuwe competitor. Als zij een nieuw bedrijf beginnen met hun track record, dan staan meteen miljarden klaar om dat bedrijf op te gaan zetten. Maar dat wil Microsoft natuurlijk niet. Dat wil niemand eigenlijk. Dat wil OpenAI ook niet. En het laatste wat we nu horen is dat de board weer met Sam aan het praten is om terug te komen als CEO. Dus dit is even wat je van vrijdag tot en met nu samengevat in 16 minuten. Ik hoop dat een beetje duidelijk is. Het is complex, maar OpenAI is een speciaal bedrijf wat opgericht is om eigenlijk te zorgen dat de AI-ontwikkeling zeker en vertrouwenwekkend is en ook aligned met human values. Dat was eigenlijk de visie van Elon Musk. Aan de andere kant de commerciële jongens, de Sam Altmans en de mindere mate Greg Brockman, die willen gewoon vooruit en die willen gewoon een bedrijf maken met veel value. Die twee groepen die zijn geclashed. Daar is Sam toen ontslagen, maar er is zoveel ruzie over nu en zoveel mensen hebben gezegd dat ze dat absoluut onacceptabel vinden. Dat er nu weer gewoon gepraat wordt van moet Sam terugkomen en dan gaat die oude board meteen ook weg. Dat is dan helemaal duidelijk. En dat betekent eigenlijk als dat zo is, dan waarschijnlijk Ilja gaat weg en de anderen die komen weer terug. Maar dan heeft Sam alle tandjes in handen, want die kan dan gewoon eigenlijk een board neerzetten die hij of zij wil. Nou, wordt heel spannend. We zullen zien hoe dit verder gaat. Ik hoop dat het zo goed samengevat is. En ik zal ook wat linkjes hieronder publiceren. En een beetje in ieder geval wat er aan de hand is en waar het naartoe gaat, weet ik niet. Maar dit is een rollercoaster. Het is super spannend. En iedereen in de techwereld vraagt zich af, mijn god, hoe kan dit nou gebeuren bij het meest bedrijf, ja, de Google van de AI. Dat was eigenlijk Google daarvoor, maar dat is nu OpenAI. En dat dat in de snelst groeiende bedrijfstak die zo centraal is, die ook voor de mensheid heel belangrijk is, die iedereens leven in de komende jaren gaat beïnvloeden. Want ja, volgend jaar krijgen jullie overal in alle pakketten die je nu gebruikt, zit AI tools die je de teksten, de modellen, de analyses laat doen, die de foto's, de video's gaat maken. OpenAI of AI gaat gewoon overal bij alle pakketten komen. Of je nou Adobe gebruikt, of Google gebruikt, of Microsoft gebruikt. Het wordt overal, is het met één druk de knop beschikbaar. Dat moet veilig zijn, dat moet duidelijk zijn. Wordt dat door OpenAI geleverd of wordt dat door Google zelf geleverd? Die ook nog een heleboel zaken heeft, dat weten we niet. Maar OpenAI is het bedrijf waar iedereen naar kijkt, wat iedereen inspireert. En dat zo'n rare paleisrevolutie heeft plaatsgevonden door een stel onervaren mensen in de board is wel bijzonder. We zullen daar ongetwijfeld nog veel meer over horen. Alright, dit was zondagochtend. Ik ga lekker gewoon een paar uur fietsen in het bos. En dan zie ik wel wat er aan de hand is daarna. Oké, groetjes.